De oproep die de regering heeft gedaan aan de samenleving om zich te laten vaccineren is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Onze nieuwsdienst nam vandaag een kijkje bij de prikpost van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. We zijn hier bij het BOG en hier worden dus de prikjes gegeven. Het is heel erg druk, maar zuster Belgrave die heeft er de hand naar om de mensen helemaal op hun gemak te stellen. En ze zo dus de prikjes te geven. Laat me even hier staan. Zuster Belgrave, hoeveel mensen heeft u vandaag ingeënt? Ik heb vandaag ongeveer 190 mensen gevaccineerd. Dat is heel veel. Is veel, ja. Dat wil zeggen, er is een goede toeloop nu. Ja, er komen heel veel mensen nu om te vaccineren. Maar toch zijn er anderen die nog een beetje bang zijn. Ja, de meeste mensen zijn bang. Maar je moet ze stimuleren. En anderen, soms dan in de meeste gevallen, maken ze video's. Alleen het andere te wezen, om die anderen te stimuleren. Dan maken ze video's. Maar er gaan er ook verhalen rond van mensen die zeggen, straks als je gevaccineerd wordt, gebeurt er iets met je. En... Dat is niet waar. Sinds ik vaccineerd heb ik meer dan bijna volgens mij ongeveer 1000 mensen gevaccineerd. En eerlijk gezegd, ik hoor niets wat ik geprikt heb. Ik heb nog nooit mensen horen klagen. Integendeel, wanneer ze komen, ik wil die zuster hebben, hoor, die me gevaccineerd. Die zuster Belgrave zie ik op mijn kaart, ik wil haar dat ze hebben, dat ze me weer vaccineert. Er zijn mensen zonder klachten. Maar je hoort heel veel op Facebook en ziet allemaal fake. Zuster Belgrave geeft verder aan dat er te veel rare geruchten de ronde doen. Mensen moeten niet geloven wat er wordt gezegd, maar moeten zelf informeren wat er precies moet gebeuren. Want alleen zo heb je de informatie uit de eerste hand, meent de verpleegkundige. Je wordt gevaccineerd en als er niks met je gebeurt, heb je zomaar die kalfpols gebruikt? Waarom? Ik hou niet van tabletten hoor, maar waarom ga je zomaar kalfpols gebruiken? Het is niet nodig hoor. Het is echt niet nodig. Je hebt mensen zonder klachten. Je hebt mensen een beetje koortsig worden. Misschien een beetje roodheid aan op de plek. Ik weet niet waarom die mensen dat doen. Dus u heeft nu twee bijwerkingen genoemd. Een beetje koortsig, roodheid. Ja. Maar andere mensen zeggen dat ze ook lichaamspijnen krijgen. Soms. Nou ja, ik heb gehoord dat sommige mensen ook lichaamspijnen krijgen. Maar in de meeste gevallen hoor ik dat niet. Het meeste geval dat ik hoor is een beetje pijn op die plek waar ik geprikt ben. Maar verder hoor je niks. En de verhalen dat mensen doodgaan nadat ze gevaccineerd zijn? Dat heb ik nog niet gehoord. Echt niet? Niet gehoord hoor, echt waar niet. Zegt u de mensen waarom het belangrijk is om te vaccineren? Het is belangrijk, dat misschien kunnen we dan minder COVID-patiënten krijgen. Dus ik denk wel dat het raadzaam is om toch een prikje te nemen. Dat we minder, er zijn te veel doden, er zijn te veel zieken. Dus ik zou aanraden. Dat we minder COVID-patiënten krijgen. Het is goed voor mij, het is goed voor u, het is goed voor ons allen. Ook collega Sivra Goudland nam vandaag haar eerste COVID-19 vaccin, evenals de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten SVJ, Kala Boetius, die het belang aangeeft van mediawerkers die worden gevaccineerd. We zijn een deel van de media, dus wij moeten ook het voorbeeld geven. Want er komen zoveel verschillende plekken, dus wij moeten onszelf ook beschermen om de mensen bij wie we gaan ook te kunnen beschermen. Dus vandaar dat toch de stap is genomen om als mediapersoneel te laten inenten. Succes, we gaan nu kijken hoe dat toe gaat. En als je bang bent en je schreeuwt, nee dat mag niet. Zuster Belgrave heeft heel veel ervaring, ik moet zeggen. Ik heb het prikje ook genomen en tegen de tijd dat ik wilde schreeuwen, was het al in mijn arm. Dus oké, en nu gaat het gebeuren. Gedaan, ze heeft geen kick gegeven. Dank u wel, zuster. En heel veel succes in uw werk. Dank u wel, ik doe het graag. Dat was dus zuster Judith Belgrave en daarvoor zag u en hoorde u de collega's Sivra Goudland en Carla Boetius. Tijdens de total lockdown kan de samenleving nog steeds gaan vaccineren bij de verschillende prikpunten. Met name het AZP, Health Control aan de Dr. Sofie Redmondstraat, het PCS, MMC en de verschillende RGD-polyklinieken.